Nou, mijn naam is Tiffany Lisa Boekstra. Ik ben 25 jaar oud. Ik kom uit Zaandam. Ik ben hier geboren en getogen. En ik ben artiest. Ik tatoeëer, ik teken, ik schilder. Daarnaast heb ik ook veel passie voor dansen. En ik ben ook beginnend artiest in met muziek maken. Dus ja, that's what I do. Wat betekent kunst voor me? Voor mij? Ik doe natuurlijk verschillende dingen. Ik tatoeëer, ik teken, ik schilder. Met schilderen is het voor mij vooral vrijheid. Want wat ik doe met tatoeëren is best wel strikt. Zorg ervoor dat je geen fouten maakt. En met schilderen kan ik helemaal losgaan. Maakt niet uit wat. Als ik maar iets kan creëren, dan voel ik gewoon voldoening. Momenteel ben ik in de fase van mezelf ontwikkelen. Ik ben mezelf aan het leren kennen en ik leer mezelf nog steeds elke dag beter kennen. Daarbij komt ook kijken de creaties die er uit mij komt. Want hoe beter je jezelf kent, hoe makkelijker het is om te creëren. Ja, echt met Zaandam, zeg maar. Ja, Zaandam, ja. Zo in mijn eigen hoofd, in mijn wereld, dat ik eigenlijk niet bezig ben met die grenzen. Zaandam is wel echt gewoon een stad voor mij. Met eigenlijk ook vreugde. Je moet het wel zelf creëren en zelf opzoeken. Het is niet per se voor de deur. Dus creëer het zelf. Maar er zijn heel veel mooie mensen in Zaandam. En ja, ik denk als je met de juiste mensen connect, dat je gewoon hele mooie dingen kan meemaken hier. In de aankomende 3 jaar wil ik mezelf gewoon nog meer ontwikkelen. Wie ik ben en wat ik doe. En dat is eigenlijk in alles. Met het tatoeëren, tekenen, schilderen, muziek. Mijn ambities is om nog meer te creëren van wat ik al doe. En om het eigenlijk nog groter te doen. En nu doe ik het eigenlijk in een best wel kleine ruimte. Het zou echt wel super tof zijn als ik dat gewoon in een veel grotere ruimte kan doen. Waar ik alles kan combineren. Ik zie mezelf ook wel spreken op een gegeven moment voor mensen in Zaandam. Maar daarvoor hoor ik mezelf nog beter te leren kennen. En ja, ik ben gewoon eigenlijk heel erg in de journey van mezelf. En in die 3 jaar zal ik gewoon ontpoppen. En daarna zullen mijn creaties en de mensen waarmee ik samenwerk, maar ja, we zullen samen ontpoppen eigenlijk.